Zo, we gaan weer een nieuw dier tekenen. En deze keer is dat een zogenaamde kokkerel sivaca. We zitten nog steeds in half Apeland. Dat betekent dat aan de dieren die we tekenen wat net een beetje anders zijn dan de apen die we zo kennen. Verreweg de belangrijkste bekende, of ja, de bekendste halfaap is de ringstaartmakie, populair in dierentuinen. Nou, dit zijn andere. Ik kies er meestal voor om dieren te tekenen die wat minder bekend zijn, zodat het leuker is, misschien en leerzamer voor de kijkers. In dit geval tekenen we dus een sivaca. Sivaca's hebben een behoorlijk donker gezicht, zoals je hier ziet. Een beetje oppassen dat ik het niet te onduidelijk maak. Zo. En dan hebben ze daar een behoorlijk behaarde kop omheen. Ze hebben een heel zacht uiterlijk, hè? Kleine oortjes. Tenminste, de oorschelpen zijn klein zo. Kiezen voor om een beetje harig te maken. Deze gaat zo meteen tegen een tak aanhangen. Ja, eigenlijk de stam. Ze hebben ook een beetje donkere vacht eromheen. Je moet erop letten dat sommige delen dus bruinig zijn, dus niet zo donker zijn als het zwart. En kies ervoor om deze ook even goed zijn armen te laten zien, omdat we dan ook kunnen zien dat die armen mooie franje hebben. Die franje heeft bij deze dieren die behoorlijk wat springen, zelfs een aerodynamische lading, aerodynamische functie, wat wel heel erg mooi is. De vingers zijn relatief kort, dat zien we hier ook. Zo, het klauwtje is weer niet vergeten. En dan zijn de duimen zwart. Dus een deel van de vacht aan de binnenkant. Zo. De andere arm, dat kan ik natuurlijk ook zien. Zo. Maar deze is opgevouwen zodat we de franje wel aan de buitenkant zien, maar de binnenkant wat minder. Ik ook rekening houden dat ik ook dit een beetje donker maak. Bruin. Zo. Franje gaat over de hele arm. Zo. De duim is weer zwart. Daar gaat hij. Zorg ervoor dat de handjes in dit geval zo zichtbaar zijn. Moet ik er ook weer rekening mee houden dat de buitenkant van de arm donker is. Dus dat doe ik hier aan de andere kant ook nog even. Terwijl de vingers dan weer wit zijn. Dus ik moet daar een beetje zo rekening mee houden. Dan het achterlijf komt er ook aan. Zo teken ik eerst even de romp die vrij smal is. Dat lijkt ook hier weer allemaal lange haren eromheen. Even door aan de achterkant, achter de andere, de muur, achter de varie langs. En dan is er nog een lange, een vrij dunne, dat wil zeggen dun voor de haren, harige staart eraan. Een lange achterpoot. Die komen hier ook weer met donker. Niet mag vergeten dat de rug dan weer licht moet zijn. Qua kleurenpatroon zijn het niet de makkelijkste dieren om te tekenen. Zoveel is wel duidelijk, maar ze zijn wel bevredigend om te tekenen. Zo, we laten hem zo tegen de boom erachter steunen. Dus zijn benen zien we niet helemaal. En dat geldt ook voor zijn been hier. Waarvan we een deel kunnen zien. Genoeg om te laten zien dat ze een hele grote teen hebben. En dan kortere tenen achter, daarnaast aan een lange voet. Zo. En zo hebben wij ook een. Laat ik de boom nog even tekenen. Verder tekenen. Zo. Oh, dan hebben we nog wat anders in beeld. Zo. Dan hebben wij ook nog. Tadaa. Onze Sivaka.